Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Laten we samen kijken naar de volgende tekst. Jullie zagen allemaal hoe Abdel-Jabbar van de Ven kritiek heeft over de namen Abu Bakr, Omar en Uthman. Dat de namen zouden zijn van de kinderen van imam Ali alayhi salam. En de martelaren van Karbala, van Ashura. Ik heb in het verleden antwoord gegeven op de vraagstukken van Abdel-Jabbar van de Ven. Jaren geleden heeft hij niks mee gedaan. Hij heeft deze tekst gewoon gekopieerd, geplakt van jaren geleden en wilde daarmee de naïeve en onwetende Soenieten aantrekken. En hij heeft zelf ook eerder gezegd, hij zoekt geld om Shiïten te weerleggen. Beste van de Ven, doe even je best en geef wat lezingen in het Arabisch. Jij bent toch een ustaad? Ustaad, ustaad in wat? Ik weet het niet. Ustaad in wat? Wat voor geloof hou je aan? Je vermijdt de bronnen. Waar zijn jouw bronnen? Geef een lezing. Wees een man. En geef een lezing hierover. Wat hebben de namen überhaupt te maken met of er een goede of slechte relatie was tussen de Ahlul Bayt alayhum assalam en tussen Abu Bakr en Omar? Wij zijn niet in oorlog met namen. Nee, wij kijken naar de biografie van de persoon. Wij kijken naar de biografie van Abu Bakr. Wij zien een terrorist. Wij distancieren ons van Abu Bakr. Wij onderzoeken de biografie van Omar. Wij zien een afvallige. Wij distancieren ons van Omar ibn al-Khattab. Wij nemen de biografie van Uthman ibn Affan door. Wij zien een afvallige. Wij distancieren ons van Uthman ibn Affan. Wij bekijken de biografie van Muawiyah ibn Abi Sufyan. En wij zien een ongelovige. Wij distancieren ons van Muawiyah ibn Abi Sufyan. En ga zo maar door. Dit is onze methodiek. Dit is onze manier van handelen. Wij kijken naar de metgezel één voor één. Een metgezel die Rasulallah volgt, daar zijn wij mee. Een metgezel die alcohol verkoopt, die terrorisme promoot, wij nemen afstand van diegene. Een metgezel die haat heeft aan de Ahlul Bayt alayhum salam, wij distancieren ons van die metgezel. Zo simpel is het. Zo simpel is het. Volgens jouw kromme logica, Abdel-Jabbar van de Ven, zouden er goede relaties zijn tussen de Ahlul Bayt alayhum salam en tussen Abu Bakr en Omar, omdat er bepaalde kinderen van de Ahlul Bayt alayhum salam volgens jou vernoemd zijn naar Abu Bakr en Omar en Uthman? Laten wij het omdraaien. Abu Bakr en Omar hadden een haat aan de Ahlul Bayt alayhum salam, want zij hebben hun kinderen niet genoemd naar imam Ali alayhi salam, imam al-Hassan alayhi salam, imam al-Hussein alayhi salam, Sayyida Fatima al-Zahra salamullahi alayha. Dus Abu Bakr en Omar hebben een haat aan de Ahlul Bayt alayhum salam. Gaan we verder kijken, dan zien wij dat imam Zain al-Abidin alayhi salam zegt, Abu Bakr en Omar zijn twee kuffar. En degene die van hen houdt is ook een kafir. Is dit een goede relatie tussen de Ahlul Bayt alayhum salam en tussen Abu Bakr en Omar? Als we gaan kijken naar de preek van Sayyida Fatima al-Zahra salamullahi alayha, dan zegt zij over Abu Bakr en Omar, قاتلوا أئمة الكفر. Bevecht de imams van kufr. Zij vergelijkt Abu Bakr en Omar als de imams van kufr. Over welke goede relatie heb jij het? Waar zijn jouw bronnen? Waar is jouw onderzoek?
Ustad, ustad waarin? Ustad in wat? Wat is het nut van die titel? Ik zie geen bronnen van jou, ik zie niks van jou. Ik daag jou uit om dit onderwerp academisch te bespreken. Net als hoe je een paar jaar geleden weg ging rennen over een academisch debat. Toen we jou hebben uitgenodigd voor een academisch debat. Waar was je toen? Weggerend zoals Omar tijdens de slagveld van Uhud. Naar de berg van Uhud. Rennen, rennen, rennen. We zagen Omar niet meer. Jouw geheugen is een geheugen van een garnaal. Dit onderwerp heb jij jaren geleden naar voren gebracht. Deze tekst. En ik heb jou weerlegd daarop. En je herhaalt het nu weer. En volgend jaar herhaal je het weer. Heb je geheugenverlies? Is er wat aan de hand met jou? Het is aangeraden voor mensen die geheugenverlies hebben om kwiepier te eten. Dat raad ik jou zeker aan. Beste kijkers, laten wij terugspoelen naar een aantal jaar geleden, waar ik deze misconceptie academisch heb beantwoord. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala khair al-anbiya'i wal-mursaleen. Abu al-Zahra'i Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Wa ajjil farajahum wa ala adahum. Beste kijkers, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In deze aflevering gaan wij het hebben over de leugens van Abdul Jabbar van de Ven. Hij heeft een artikel geschreven waarin hij kritiek heeft over het shiïsme. En specifiek over de tragedie van Karbala. In de vorige aflevering hadden wij zijn misconcepties over Fedek, over het land van Fedek, weerlegd en beantwoord. Tot heden hebben we daar nog geen antwoord op gekregen. Vandaag gaan wij ons verdiepen in wat hij heeft gezegd over Karbala. Hij beweert dat er namen zijn. Bijvoorbeeld de naam Omar of de naam Othman. En dat die namen, dat die namen een bewijs tegen ons zijn. Wij gaan zijn bericht op het beeldscherm zetten. Zoals jullie zien is het artikel geschreven op 10 oktober om 9:52. Hij zegt het volgende. Het is geen geheim dat de Shiiten Abu Bakr, Omar en Uthman vervloeken. Morgen komen dezezelfde Shiiten over de hele wereld weer samen om zichzelf te verwonden en te huilen over de moord op al-Hussein. Hij zegt radiyallahu anhu, wij zeggen alayhi salam. En ook al waren de sahaba Abu Bakr, Omar en Uthman al overleden toen deze tragedie plaatsvond. Weet dat al-Hussein in Karbala was omringd door Abu Bakr's, door Omar's en Uthman's. Het is een feit dat is bevestigd in zowel onze boeken als hun boeken. Dat tot degenen die werden gedood met al-Hussein in Karbala de volgende mensen behoorden. Omar ibn Abi Talib, Uthman ibn Abi Talib, Abu Bakr ibn al-Hassan ibn Ali, Abu Bakr ibn al-Hussein ibn Ali. Kijk eens aan, Ali, al-Hassan en al-Hussein gaven de namen Abu Bakr, Omar en Uthman aan hun zoons. Namen die deze Shiiten vandaag de dag nooit aan hun zoons zouden geven vanwege hun haat voor de khulafa. Dit is wat hij beweert. Wij gaan het hebben over een aantal belangrijke punten. Het eerste punt is, had imam Ali salawatullahi wasalamuhu alayhi respect voor Abu Bakr en Omar? Had hij liefde voor hun? Of had hij haat voor hun? Had hij geen respect voor hun? In hun eigen boeken vinden wij het volgende. In Sahih Muslim staat het volgende. En Sahih Muslim is een betrouwbaar boek voor hen. Jullie krijgen de boekscan nu.
In Sahih Muslim staat het volgende. Toen Omar zei tegen Ali en al-Abbas, toen de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam stierf, zei Abu Bakr dat hij de opvolger van de profeet is. Vervolgens kwamen jullie, jij Abbas, kwam vragen om jouw erfenis. En Ali kwam vragen om de erfenis van zijn vrouw Fatima. Dus Abu Bakr zei, de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam zei, wij worden niet geërfd, wat wij achterlaten is sadaqa. Om die reden vonden jullie Abu Bakr leugenachtig, zondigend, bedriegelijk en verraderlijk. Dus, imam Ali alayhi salam zegt het volgende over Abu Bakr en Omar. Leugenachtig, zondigend, bedriegelijk en verraderlijk. Als imam Ali alayhi salam Abu Bakr leugenachtig, zondigend, bedriegelijk en verraderlijk vindt, hoe kan het dan zo zijn dat hij bijvoorbeeld zijn zoon de naam Abu Bakr zou geven, of de titel Abu Bakr? Dat is een eerste vraag die wij stellen. Als in jullie eigen boeken staat dat Amir al-Mu'minin salamallah alayhi heeft gezegd dat Abu Bakr leugenachtig, zondigend, bedriegelijk en verraderlijk is, hoe kan Amir al-Mu'minin salamallah alayhi zijn zoon zo noemen? Dat is de eerste vraag. De tweede vraag is, diezelfde riwaya, dezelfde overlevering in Sahih al-Bukhari, die jullie nu zien, staat het volgende. Omar zei, precies dezelfde overlevering. Omar zei, toen de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam stierf, zei Abu Bakr dat hij de opvolger van de profeet is. Hij pakte het bezit en ging ermee om zoals de profeet ermee omging. En jullie beweerden vervolgens dat Abu Bakr zo en zo was. Kada wa kada staat erin. Zo en zo, dit en dat. De tweede vraag is, waarom is in Sahih al-Bukhari de term leugenachtig, zondigend, bedriegelijk en verraderlijk eruit gehaald? En in Sahih Muslim staat die wel. Dat is de tweede vraag. Hoe kunnen wij een geloof serieus nemen die letterlijk woorden citeert en vervolgens wijzigt? De termen leugenachtig, zondigend, bedriegelijk en verraderlijk zijn grove termen. Zijn termen die het leiderschap van Abu Bakr en Omar kapot maken. Daarom heeft Sahih al-Bukhari die woorden weggelaten. Want als ze die woorden daarin laten, dan is dat een schande voor het leiderschap van Abu Bakr bijvoorbeeld. En je hebt zelfs een derde overlevering. Die vind je in het Tamhid. Daarin staat, de hele overlevering hebben ze weggelaten. De hele, complete overlevering. Hoe kunnen wij een geloof serieus nemen die eerst de overlevering kaapt, dus keda wa keda erin zet, en vervolgens de hele overlevering weghaalt? Samengevat, hieruit kunnen wij bevestigen dat er absoluut geen vrede was tussen Amir al-Mu'minin salamallah alayhi en tussen Abu Bakr, dat is één. En ten tweede, Amir al-Mu'minin, imam Ali alayhi salam, heeft nooit gezegd, ik heb mijn zoon bijvoorbeeld Abu Bakr genoemd, uit liefde voor Abu Bakr. Waar heb jij de regel gevonden, dat als je bijvoorbeeld een naam aan iemand geeft, dat je van diegene houdt? Bijvoorbeeld, ik noem bijvoorbeeld mijn zoon bijvoorbeeld Omar. Wie zegt dat ik hem Omar noem uit liefde voor Omar ibn al-Khattab? Misschien noem ik hem wel uit liefde voor Omar ibn al-Salama bijvoorbeeld zo. Wie zegt dat ik hem voor Omar ibn al-Khattab zo noem? Waar heb jij die regel vandaan? Dus het eerste punt is, er was nooit vrede tussen die mensen. Tussen Amir al-Mu'minin salamallah alayhi en tussen Abu Bakr. En ten tweede, al zouden we daarvan uitgaan, van waar heb jij die regel? Heb jij een Koranvers die bijvoorbeeld zegt dat als je een persoon deze naam geeft, dat je dan van die persoon houdt? Die bestaat niet. Is er een hadith, een rawaya? Die hebben we ook niet. Dat hebben wij niet in de islam.
Dus deze regel is een verzonnen regel van Abdul Jabbar van de Ven. Dit is een mislukte poging van hem om het shiïsme aan te vallen. Wat betreft de titel Abu Bakr. Wie zegt dat Abu Bakr een naam is? Kom met mij mee naar het volgende boek. In het boek Sir A'lam al-Nubala van al-Dhahabi, daarin staat: Abu Bakr, zijn naam is Abdullah. En er is gezegd dat hij Atiq heette. Zijn naam is Abdullah. Dus Abu Bakr is geen naam. Abu Bakr is een kunya, is een titel. Dus dat jij zegt dat het een naam is, dat is verworpen binnen de islam. Dat is verkeerd. Omdat jij nog geen kennis hebt van de Arabische taal, zoals wij al eerder hebben aangetoond. Heb jij geen kennis van de Arabische taal. Sheikh al-Mufid, rahmatullah alayh, in zijn boek Kitab al-Irshad, zegt hij het volgende. Mohammed de Kleine, die ook wel Abu Bakr werd genoemd, en Ubaydullah. Dit waren twee martelaren die met hun broer Al-Hussein in Karbala omkwamen. Dit is wat Sheikh al-Mufid rahmatullah alayh zegt hierover. Hij zegt dat Mohammed de Kleine, die ook wel Abu Bakr werd genoemd, dus zijn naam is Mohammed de Kleine en niet Abu Bakr. Dit is de eerste leugen die de Soenieten vaak naar voren toe brengen. De tweede naam die ze erbij halen is Omar ibn Ali ibn Abi Talib. De Soenieten zelf beweren dat imam Ali alayhi salam een zoon had genaamd Omar. In de tijd van Omar ibn al-Khattab had Omar ibn al-Khattab het recht om de namen van kinderen te veranderen. Dus bijvoorbeeld als Omar ibn al-Khattab in onze tijd leefde en ik kreeg een kind, dan had hij het recht om de naam van mijn kind te veranderen. En dit staat ook in de Soenitische boeken. Lees met mij mee. Er kwam een keer een groep naar Omar ibn al-Khattab. Al-Ajda' ibn Malik. Hij delegeerde in de tijd van Omar ibn al-Khattab en behoorde tot de ruiters. Hij was de vader van Masrooq ibn al-Ajda'. Dus noemde Omar hem Abd al-Rahman. Kijk, Omar ibn al-Khattab verandert de naam. En zo hebben wij ook een ander voorbeeld. Abd al-Rahman ibn al-Harith. Er is gezegd dat zijn vader hem eigenlijk Ibrahim noemde. Maar dat Omar zijn naam vervolgens veranderde. Dit is vermeld door Ibn Sa'd. Deze overleveringen hebben wij. En we hebben ook duidelijke overleveringen in de Soenitische boeken waarom imam Ali alayhi salam zijn zoon Omar heeft genoemd. Zo lezen wij bijvoorbeeld in Sir A'lam al-Nubala van al-Dhahabi het volgende. Omar, zoon van Ali ibn Abi Talib, hij werd geboren in de tijd dat Omar leider was. Dus vernoemde Omar hem naar zichzelf. Heeft imam Ali alayhi salam volgens deze overlevering zijn zoon Omar genoemd? Nee. Ahlul Bayt alayhum salam zouden dan de naam Omar niet hebben gegeven. Dit is heel duidelijk volgens deze overlevering. Als wij ervan uitgaan, van deze overlevering, dus dat Omar de naam heeft veranderd, dan heeft Omar hem zo genoemd en niet imam Ali alayhi salam. En ik heb al duidelijk gemaakt dat het kan, dat het uit liefde voor een andere Omar is. Jullie moeten naar ons toekomen met een overlevering dat imam Ali alayhi salam heeft gezegd, ik heb mijn zoon Omar genoemd uit liefde voor Omar ibn al-Khattab. Wij lezen in het boek Sharh Sahih Muslim het volgende. Omar schreef naar Koefa, waarin hij zei, vernoem jullie kinderen niet naar profeten. Omar beval een groep in Medina om de namen van hun kinderen die Mohammed heten te veranderen. Pas totdat een groep aan hem vertelde dat de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam het toestond
en hen naar de profeten vernoemde, liet hij het gaan. Dus Umar ibn al-Khattab heeft namen veranderd. Wij lezen in het boek Fethul Bari van Ibn Hajar al-Asqalani het volgende. Het is al vermeld dat Umar de namen van de zonen van Talha wilde veranderen, omdat hij ze vernoemd had naar de profeten. We hebben het gehad over de zoon van imam Ali alayhis salam, die Abu Bakr zou heten. En we hebben het ook gehad over de zoon die Umar zou heten. We gaan het nu hebben over de zoon van imam al-Hassan alayhis salam. Er wordt beweerd door Abdul Jabbar van de Ven dat hij Umar ibn al-Hassan ibn Ali zou heten. Maar klopt dit ook? Als wij teruggaan naar de Soenitische boeken, dan treffen wij aan dat hij niet Umar heette, maar Amr. Kijk, omdat zijn Arabisch niet zo goed geschoold is, denkt hij dat hij Umar heet. Of als we er weer achter komen dat hij bijvoorbeeld het van een website heeft, kunnen we hem daarop pakken. In ieder geval, hij heet geen Umar, maar Amr. En dit is terug te vinden in verschillende boeken. Bijvoorbeeld in het boek Ibn Hibban. Hij zei, in die tijd was Amr ibn al-Hassan nog jong. Dus vocht hij niet mee wegens zijn jonge leeftijd. Kijk, Amr ibn al-Hassan. Dus we hebben nu de naam Abu Bakr gehad. De naam Umar gehad, dat waren de zonen van imam Ali alayhis salam. En we hebben ook Umar ibn al-Hassan weerlegd. We zeiden dat het geen Umar, maar dat is Amr. Dat is een groot verschil. O, ustaad, tussen twee haakjes. We gaan het nu hebben over Uthman. Er wordt beweerd dat imam Ali alayhis salam zijn zoon Uthman heeft genoemd. Weer dezelfde vraag. Heeft hij zijn zoon Uthman genoemd uit liefde voor Uthman ibn Affan of niet? Laten we teruggaan naar onze boeken. Sheikh al-Majlisi rahmatullah alayhi, een Shiïtische geleerde. In het boek Bihar al-Anwar staat het volgende. Imam Ali alayhi salam riep zijn zoon Uthman en zei, O Uthman, kom. Vervolgens zei hij, ik heb hem niet vernoemd naar Uthman, de sheikh van de ongelovigen, dus Uthman ibn Affan. Ik heb hem juist vernoemd naar Uthman ibn Mad'un. Dit is een groot verschil als jij zegt dat hij zijn zoon Uthman uit liefde voor Uthman ibn Affan heeft vernoemd, of uit liefde voor Uthman ibn Mad'un. En dit staat ook in hun boeken. Zo lezen wij bijvoorbeeld in het boek Maqatil al-Talibin staat het volgende. Uthman ibn Ali is degene over wie het van Ali is overgeleverd. Dat hij zei, ik heb hem vernoemd naar mijn broeder Uthman ibn Mad'un. En we hebben een derde overlevering. Daarin staat, vrede zijn met Uthman, zoon van de leider van de gelovigen, die vernoemd is naar Uthman ibn Mad'un. Mogen Allah degene die een pijl op hem afschoot vervloeken. Dus, de naam Abu Bakr is onjuist. Het is een kunya. De echte naam is Mohammed. We hebben overleveringen zelfs Abdullah. Dat is één. Ten tweede, de naam Umar is niet uit liefde voor Umar ibn al-Khattab. Sterker nog, we hebben uit overleveringen aangetoond dat het niet om Umar ibn al-Khattab gaat. Sterker nog, dat imam Ali alayhis salam problemen had met Umar ibn al-Khattab en hem leugenachtig en zondigend en trouwloos en corrupt noemde. Dit zijn titels, die geef je niet aan iemand waarvoor je respect hebt. En de Soenieten tot de dag van vandaag kunnen geen antwoord geven op deze overlevering in Sahih Muslim. En je hebt zelfs overleveringen
dat de Ahlul Bayt alayhum assalam, en er zijn zelfs metgezellen geweest, die namen gaven uit noodzaak. Omdat ze bijvoorbeeld werden vermoord, omdat ze bijvoorbeeld problemen zouden krijgen. Eén van die kan je terugvinden in Sir A'lam al-Nubala van het Dhahabi. Daarin staat, telkens wanneer Bani Umayya zou horen dat een pasgeboren kindje Ali werd genoemd, zouden ze hem vermoorden. Dus stel je voor, Bani Umayya zou nu over Nederland regeren. Elk kind wat Ali is genoemd, werd vermoord, werd onthoofd. Ibn Hajar al-Asqalani overlevert het volgende. Als Bani Umayya zou horen dat een pasgeboren kindje Ali werd genoemd, zouden ze hem vermoorden. Dus uit noodzaak werd er een andere naam gebruikt. En om deze reden gaf imam Rida, salawatullahi wa salamuhu alayh, ook de opdracht aan een aantal metgezellen om een andere naam te geven. Bijvoorbeeld, Sheikh al-Majlisi, rahmatullah alayh, in zijn boek Bihar al-Anwar, een van de metgezellen van imam Rida, alayhi salam, kwam naar hem toe. En hij zei tegen hem, ik heb mijn vrouw achtergelaten terwijl ze zwanger is. Vraag Allah om het een jongetje te laten zijn. Hij, alayhi salam, zei tegen mij, het is een jongetje, noem hem Omar. Ik zei, ik wilde hem eigenlijk Ali noemen. Ik heb mijn vrouw dat ook bevolen. Hij, alayhi salam, zei, noem hem Omar. Toen ik terugkeerde naar Koefe was mijn zoon al geboren. Hij werd Ali genoemd, dus veranderde ik zijn naam in Omar. Vervolgens zeiden mijn buren, we zullen na dit nooit meer geloven wat er over jou gezegd werd. Op dat moment wist ik dat de imam meer op mijn veiligheid lette dan ik zelf. Dus er was een tijd, het was verboden om de namen van de Ahlul Bayt alayhum salam te gebruiken. En daarom zijn er metgezellen geweest die deze naam hebben gebruikt. Maar nergens heb je een overlevering dat bijvoorbeeld iemand heeft gezegd, ik heb mijn zoon Abu Bakr genoemd uit liefde voor Abu Bakr. Of ik heb mijn zoon Omar genoemd uit liefde voor Omar ibn al-Khattab. Sterker nog, je hebt overleveringen waarin de imam salamallah alayh dit weigert. En de vraag blijft heel duidelijk. Wees daar direct mee. Waarom heeft imam Ali alayhi salam Abu Bakr en Omar leugenachtig, zondigend, bedriegelijk en corrupt genoemd? Beantwoord! Jij bent een geleerde, jij kent veel over de islam. Beantwoord deze vraag. Beantwoord deze vraag. Waarom heeft imam Ali alayhi salam hen zo genoemd? Niks anders dan dat het hypocrieten waren, dat het vijanden van de islam waren. Deze mensen hebben niks met de islam te maken. Deze mensen hebben Fatima az-Zahra salamallahu alayha aangevallen. Tuurlijk hebben wij geen respect voor deze mensen. Stel je voor, iemand zal bijvoorbeeld jouw moeder aanvallen en haar ribben breken en een miskraam zorgen voor haar. Zou je haar nog respecteren? Absoluut niet. Wij nemen afstand van deze personen. Deze personen zijn terroristen. Deze personen hebben niks met de islam te maken. Heel duidelijk. Maar kom terug naar de feiten. Imam Ali alayhi salam heeft Abu Bakr en Omar leugenachtig, bedriegelijk, trouwloos en corrupt genoemd. Wat is het oordeel over imam Ali alayhi salam? Is imam Ali alayhi salam bijvoorbeeld buiten Ahl Sunnah wal Jama'ah gevallen, want hij heeft deze metgezellen aangevallen? Hij heeft jullie meest gerespecteerde metgezellen aangevallen en in jullie eigen boek Sahih Muslim. Dat is één. Ten tweede, waar in de Koran of waar in de hadith, in de overleveringen staat dat als jij jouw zoon een naam geeft, dat je die naam geeft uit liefde voor een persoon? Dat heb je nergens vandaan. Dat heb je zelf verzonnen uit jouw onwetendheid. Ten derde, de zoon van imam al-Hasan alayhi salam heette Amr. Waarom maak jij er Omar van? Is dit nauwkeurigheid? Is dit eerlijkheid? De islam staat bekend om eerlijkheid. En daarom representeer jij geen islam, want jij weet niet eens wat Arabisch is.
Als jij niet eens het verschil tussen Amr en Omar weet, hoe moeten we jou serieus nemen? Hoe moeten we jouw artikelen nog serieus nemen? Ik snap niet waarom iemand die de Arabische taal niet beheerst, ons, Shiïten, wilt wijsmaken dat onze imams, alayhum salam, respect hadden voor Abu Bakr en Omar. Absoluut niet. We hebben niet eens, niet alleen maar overleveringen, we hebben boeken dat we deze personen haten. En dat we geen respect hebben voor deze personen. Deze personen hebben de islam aangevallen. Islam is Ahlul Bayt, alayhum salam. Keer terug naar Ahlul Bayt, alayhum salam. Antwoord. Antwoord op deze vraag. Jij noemt jezelf ustaad en noemt jezelf geleerde. Antwoord op deze vraag. Waarom heeft imam Ali alayhi salam Abu Bakr en Omar zo genoemd? Dus hij had geen respect voor hun. En hij heeft hun kinderen ook niet zo genoemd. Uit liefde voor hen. En stel je voor, hij noemde hun kinderen zo. Laten we ervan uitgaan, hij noemde zijn kinderen zo. Wat is het probleem? Wat is het probleem? Zijn ze nu opeens leiders geworden? Nee, absoluut niet. Ze zijn geen leiders geworden. We kunnen de vraag ook omdraaien. Hebben Abu Bakr en Omar bijvoorbeeld hun kinderen Ali, Hassan, Hussein genoemd? Nee, dus ze zijn nawasib. Dus ze zijn vijanden van de islam bijvoorbeeld. Ik kan die logica ook gebruiken, maar dat doe ik niet. Ik heb mijn bronnen, islam, geschiedenis. Wij komen uit jullie eigen boeken, Bukhari en Muslim. Zeg tegen ons, wij weigeren die boeken. Of kom met jullie eigen boeken. Wanneer het jullie uitkomt, gebruik je die boeken. Komt het jullie niet uit, gebruik je die boeken niet. En dan nog iets. Waarom schrijf je een artikel zonder bronnen? Dat is ook heel opvallend. Jij wilt een andere stroming of een ander geloof voor je aanvallen. Of bijvoorbeeld, je wilt hun wijsmaken, iets wijsmaken. Ga je dan zonder bron te werk? Mensen noemen jou een staat. Mensen noemen jou een wijze man. Een geleerde. Gaat een geleerde zo te werk? Beste kijkers. Kijk naar de vorige aflevering over Fedek. Hoeveel hij heeft gelogen over het shiïsme. Hoeveel dingen hij uit de context heeft gehaald. En vandaag weer. Vandaag heeft hij weer tahrif gedaan in de Arabische taal. Want hij beheerst de Arabische taal niet. Die man kan je niet serieus nemen. Als hij het verschil tussen Omar en Amr niet eens weet. Hoe wil je dat mensen jou serieus gaan nemen? Mogen Allah subhanahu wa ta'ala deze mensen leiden tot de islam. Wa akhiru da'wana en alhamdulillahi rabbil alameen. وصلى اللهم على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين